heel veel, bijvoorbeeld de meneer die net voorbij is gegaan. Deze meneer die kan die oefening buitengewoon goed, zag ik. Maar als u skielet, dan rolt u eigenlijk continu over uw afzet heen. Zo ga je ook nooit hard. Op het moment dat je eigenlijk hier laag moet zijn met de heup, ga je omhoog. Je wil gewoon wiegen, heet dat. Dus je gaat eigenlijk een beetje dubbel push-achtig. Als u straks op het ijs wil, is het precies tegenovergesteld. Als u afzet, ja, deze, ja, deze heup, die gaat naar beneden. En wat u doet is tillen en dan ga ik lekker wop, lekker wiegen. Maar precies ga je doet het verkeerd. Want het is eigenlijk niks, niet zo. Nee, het is zo. 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 Eigenlijk, je hoek doet dit met het, je afzetbeen. Komt een hoek. Maar je heup blijft eigenlijk gelijk. Nou, dan weet je helemaal wat er gebeurt. Dan gebeurt er dus dit. Want als deze hoek ontstaat, dan zou ik inderdaad dit krijgen. Of dit, toch? Dan gaat alles zo. Dat moet je dus niet doen. In de beginfase mag je dat krijgen. Je draait in. Deze hoek komt erin. En dan, ik noem het altijd heupflex. Die gaat naar beneden en deze die gaat op. Dus eigenlijk is de beweging is dit. Snap je? Is eigenlijk dit. Kunnen jullie dat? Dus je trekt de ene op en de andere. Dat is eigenlijk heel belangrijk als schaatsen wat je moet kunnen. Snap je? Dit naar beneden, dat is dit. Snap je? Dit. Je kan het gelijk al afzetten. Dit. Precies tegenovergesteld wat je nu doet. Zijn precies tegenovergesteld van wat je net deed, doet het niet. Snap je? Heupflex. Stop. 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 En andersom. Zo. Heel makkelijk zo. In je heup. Als je straks zometeen moet je maar, of je gaat liggen in bed zo, doe je alleen maar tak, 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 tak. Het is ook, bij sommige fysiotherapeuten moet je het wel eens doen, als je wat last van je rug hebt. Maar dat is heel belangrijk. Dan krijg je meer bewegingsuitslag met schaatsen. Dus als je aankomt, is het hup, die vrij. En doe je eigenlijk die naar beneden, deze naar beneden, deze naar beneden, die gaat omhoog. Als je een lijntje haalt, als je die goede sprinters ziet, moet je maar eens achter gaan staan. Dan zie je eigenlijk wel dat ze helemaal zo gaan en zo gaan en zo gaan met die schaatsen helemaal. Maar dan denk je, die heup die blijft helemaal gelijk. Dus wat doen ze dan? Maar ik doe het nou eigenlijk, laat ik jullie zien wat er dus eigenlijk gebeurt. Maar als je erachter rijdt, zie je alleen maar dit. Snap je? Maar je doet dus dit, maar dat kan niet anders. Want anders dan. Als die vermogenslijn helemaal zo stond, dan zag je dit, 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 dit. Maar dat gebeurde ze niet. Dus nooit wiegen, anders wieg je over je afzet heen. Dat was de laatste tip die ik je wou meegeven. Ik zou zeggen, ga nog lekker 5 of 10 minuten lekker uitrijden. En wat Dirko en ik en de rest van de trainers jullie meegegeven hebben, kun je nog wat gaan oefenen. En dan zien we elkaar straks in de team. Lijkt me goed plan. Ja. Ik wil alleen nog even zeggen, als jullie hier nog even gaan rijden.